geschiedenis van Sparendam voert ver terug. En die loopt helemaal gelijk met de geschiedenis van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dat is in de 13e eeuw opgericht bij de aanleg van de dam in het Spaarne. En in die tijd was er aan de zeekant, aan de eikant, was nog eb en vloed. En er stond in directe verbinding via Amsterdam en de Zuiderzee met de Noordzee. Deze film gaat over het huidige Spaarndam, maar we nemen ook een kijkje in de historie van het dorp. Het woord Spaarndam wordt voor het eerst genoemd rond het jaar 1000. In die tijd stond de Zuiderzee in directe verbinding met het IJ. Overigens zou het tot de aanleg van de afsluitdijk duren totdat de Zuiderzee werd getemd. Voor die tijd ontstonden er regelmatig overstromingen in deze streken, zodat uiteindelijk besloten werd tot de aanleg van dijken. In 1285 bemoeide graaf Floris V zich hiermee en kwam uiteindelijk tot een min of meer gestructureerde dijkenbouw, maar nog belangrijker, dijkonderhoud. Aan beide zijden van het oorspronkelijke IJ begon men met de bouw van de zeedijken, dus aan de Zaandamse kant en aan de Spaarne kant, dat viel onder het Hoogheemraadschap Rijnland. De Spaarndammerdijk begint bij Zandpoort Noord. Het begin van de dijk is nog goed te zien, maar wordt iets verder onderbroken door de Rijksweg N208 tussen Beverwijk en Haarlem. Direct daarna loopt de dijk ononderbroken door naar Spaarndam. Circa 3 kilometer voorbij Spaarndam doorklieft de A9 de dijk. Na de A9 loopt de dijk door naar Halfweg. Bij Halfweg is de dijk min of meer ingekapseld door bebouwing van onder andere het NS-station Halfweg, maar iets daarna is de dijk weer te volgen. Even na Halfweg, nog in de bebouwde kom, ligt de Grote Braak. Hier is in de 17e eeuw de dijk doorgebroken tijdens een vliegende storm. Dit meer, wat de Grote Braak nu is, is aan de oevers geheel bebouwd met geriefelijke woningen.
Daarna slingert de dijk verder tot onder de A5 door en wordt dan later onderbroken door een industrieterrein. Vlak voor de Sloterdijk is weer iets van de overgebleven dijk herkenbaar. Op de laatste dijkwoning te Sloterdijk hangt nog het bordje Spaarndammerdijk. De dijk loopt dan door tot vlak voor de NS-remise in de Spaarndammerbuurt, waar ook de straatnaam nog Spaarndammerdijk is. Bij de woning in deze buurt tegenover de voormalige houthaven is nog goed te zien dat deze ooit zijn gebouwd als dijkwoning. Kort na de Spaarndammerbuurt is niets meer herkenbaar door de verstedelijking. Het dorpje Spaarndam bestond in de 13e eeuw waarschijnlijk uit enkele boerderijtjes en vissershutten en was gelegen aan de linker Spaarnoever bij de monding van de rivier in het IJ. Het bijbehorende land staat op de oude kaarten genoemd als Spaarnland. Over het dorpje Die Spaarne wordt later niet meer afzonderlijk gesproken, het is opgenomen in Spaarndam. Zoals gezegd werd er in 1250 een dam aangelegd in het Spaarne. In april 1253 gaf graaf Willem II van Holland vervolgens toestemming om in deze dam een schutsluis te bouwen en om doorvaarttarieven te heffen. De dam werd tussen de jaren 1255 en 1285 echter verwoest. Hoogstwaarschijnlijk was dit een gevolg van de stormvloed van 1285. In de 15e eeuw werd een vaarweg over de Noordzee steeds belangrijker, omdat de Hollandse binnenwateren vele sluizen en bruggen kenden. Toch bleven de binnenwateren voor een aantal schippers de voorkeur behouden, doordat de zee nogal eens wild en gevaarlijk kon zijn. Daarnaast nam het belang van Amsterdam en Haarlem toe en dit leidde tot een intensiever verkeer op de binnenwateren van Holland. In 1514 was het oppervlakte van het dorp 225 hectare. De inwoners leefden van de tolheffing, de visserij, vrachtvaart en het boerenbedrijf. Door de tolheffing ging het Spaarndam voor de wind. In 1611 werd begonnen met de Woerdersluis. Dit is de sluis waarop nu het beeldje van Hansje Brinkers staat. Na de drooglegging van het Haarlemmermeer in 1854 moest het water rondom Woerden via Spaarndam naar het IJ worden afgevoerd. Zowel bij Spaarndam als halfweg werden stoomgemalen gebouwd. In 1844 kwam het gemaal bij Spaarndam gereed en ging het water afvoeren naar het IJ en later via het Noordzeekanaal dat in 1876 werd aangelegd.
Tevens werd Spaarndam onderdeel van de stelling van Amsterdam. Fort Spaarndam is nog intact. In de dijk van Spaarndam zitten in totaal 3 doorlaten. De grote sluis bij de ophaalbrug, de Woerdersluis midden in het dorp met het beeldje en de kolksluis bij de havenbuurt. Dit is allemaal nog goed herkenbaar. Tegenwoordig wordt het dorp overspoeld door het doorgaande verkeer. Niet alleen auto's, maar ook veel fietsers weten dit pittoreske plaatsje te vinden. Ten zuidoosten van Spaarndam is een geheel nieuwe wijk verschenen met fraai ontworpen huizen. Het originele Spaarndam is nog maar een fractie van het totaal. Vanuit de lucht is de originele structuur van het dorp nog goed waarneembaar.